Wat wordt dit? Blauw. Die is blauw. Dat is blauw. Dat wordt groen. Ja. Maar je hebt hier felrood en donkerrood. Dat bedoel ik. Hey, goedemorgen allemaal. Ja, het is 11:45, 11:47 heb ik mijn horloge aan. En op die klok is het weer geen 11:45, dus ik weet het echt even niet. En we leven op zaterdag, de 21 augustus alweer. De tijd gaat hard. En ik wens jullie natuurlijk als eerste en welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Coriena en De Beestenboel, die daar op de bank liggen. Althans, twee ervan. Kandel die zit te eten achter de deur. Carin die is weer hier. Dus tenminste hier. Ze komt hier naartoe. Dus we gaan weer gezellig leuke dingen doen. Ja. Ik ga zo eerst met de meisjes even lopen. Want om die ook mee op sleeptouw te hebben, dan ga ik nou ook niet eens weer drie zinnen aan. Dus ja, wij gaan lekker eventjes hier lopen. En dan zien we wat weer. Maar ik ben gisteren ook helemaal vergeten af te sluiten. Dus ja, ik heb gisteren ook een heel gesprek gehad met een van die werklui van die walbeschoeiing. Het gaat daar mooi worden. Ja, helemaal mooi. Dus ik hou jullie helemaal op de hoogte van het rijden en het zeilen. En wie weet dat ik in de toekomst Elwing nog dichterbij in het water kan laten gaan. Maar dat is afwachten. Dus dat komt allemaal goed. En dan gaat ze lekker in de gracht zwemmen. Ja! Maar dat is ook zeewater hoor. Laat ik daar duidelijk in wezen. Ja. Eigenlijk brak, zeggen ze. Omdat sluizen bij je zitten. En dat komt weer van de Waddenzee. En dat is weer zoet. Maar ja, tenminste. Dat is mij verteld. Maar dat komt allemaal goed. Ik wens jullie natuurlijk een hele fijne, liefdevolle zaterdag toe. Geniet ervan, maar geniet ook zeker wat wij gaan doen hier. Ja, zo hier, of weet ik van waar. Maar geniet van mijn vlogs. Ja. En natuurlijk ook die van Carin, hè. Ja, Carin ook niet vergeten. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Zoals jullie daar zien, daar loopt Carin. Ja, die loopt een heel eind al voor me. En ik moet zo meteen eerst weer een teluutje af en een teluutje op. Dus ja, daar kan je niks aan doen. Even wachten. Een teluutje af. En teluutje op. Zo. Nou. En dan gaan we richting Carin. Ze wil even door haar oude straat heen. Nou, dat kan. Dus dat doen we dan gewoon. En daar hebben we de trein. Helemaal gezellig. Mooie bloemetjes in de tuin. Hier ga je weer voor die bloemetjes. Ja, de bestrating van Den Helder is supergoed, maar niet heus. Vol met hobbels en kuilen. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Ja, hoi. Ja, die is zeker mooi. Die is nog mooier, Carin. Wauw. Die is echt gaaf. Hoi. Alles goed? Ja, lekker. Mooi. Zie je dat? Ja, nou ja, ik en die man is nu ook in Den Haag gaan. Die man is in Den Haag. Lekker joh! Ja, dat bedoel ik. Hey, ik zie je nog wel. Hoi. Nou, We stoppen maar weer even. Zoals jullie weten zijn we hier bij Linda in Den Helder, bij de kapper. En Linda die gaat nou lekker Carin onder handen nemen. Ja, met wat? En Carin die heeft totaal geen idee. Goed hè? Dat is weer eens wat anders. Dat wordt dus een verrassing, dus Carin die heeft er ook gewoon niks gedaan. En ik vind dat alleen maar leuk. Ja, en Linda die lacht erom. Die is blij. Of niet dan, Linda? Ja, zeker. Ik mag me uitleven. Ja, dat vind ik helemaal leuk. Uitleven. Kijk, een lekker papje. Ja. Maar het wordt niet paars. Nee. Allemaal dingetjes erin. Ja, randjes. Lijkt wel frambozenjoghurt, weet je wel. Ik smeer de frambozenjoghurt in, hoor je dat? Waarom blijven die dingen wel weer? Ja, mam! Nee, en dat knip ik eruit. Nou, nee, dat is juist leuk dit. Nee! Nou, zo dan. Jij bedoelt mijn camera. Dat is leuk, hè? Zo. Zo is leuk. En ik kan hier dus lekker gaan genieten. Lekker, hè? Gewoon even zitten nu. Ja, maar dat is wel weer even goed voor mezelf. Want ik heb dus zenuwen en dan weer. Ja, nou, nee. Je mag eigenlijk al niet eens zoveel dingen heel leuk en alles. Kind, leuke bootje. Ja, ik kan wel. Je moet toch wel een beetje in beweging blijven. Ik zei wel dat je beweging blijft is dit. Ja, jouw geval nog even niet, maar... Nee, maar ik ben iemand die gewoon lekker aan wil lopen van met de honden, maar... Met zo'n klein hokje dan ben ik al verrot. Ja. Als je naar een kapper wil om even eigenlijk te gaan knippen en dan weer een specifieke kapsel. Ja, genaamd Linda, die weer heel veel weg moet gaan staan. Ja, vind ik. Vaak worden. Ja, ik weet het niet. Je moet alleen moeten met vakantie en dan moet je een beetje bijspringen. Nou, dat dus. Straks zien we verder. Zoals jullie zien heeft Carin een aantal x-kleurtjes. Ja, dat is mooi. Leuk haar. Ja, dat wordt hopelijk nog wel wat. Het wordt dan helemaal spierwit, denk ik. Maar dat wachten we af. En er zit Carin heerlijk onderuit te hangen. De hoofd die mag straks naar achter wanneer Linda zegt van doe maar. Of wat dan ook. Want dan wordt haar helemaal lekker uitgewassen. En zoals ik jullie er net al liet zien. De dame is, nou ja. Daarvoor is het helemaal gewoon echt zo wit, hè. Dus ja, het wordt straks blondie. Of niet dan, Carin? Toppie. Geweldig. Ja, helemaal geweldig. Lekker lang uit. Nog even val je in slaap. En, maar we wachten af. Maar dit vind ik ook heerlijk gelaten. Ja. Jij gelaten verwennen is ook heerlijk. Maar je moet er ook dat voor hebben. En zo vaak doe ik dit niet. Dus... Nee. Zo mooi. Het wordt een beetje koud hoor. Dit is voor jou ook wel lekker. Oh, lekker juist. Dat was ik al mijn beetje gegooid. 3. Goed man, al die camera's omhoog. Ja hè? Geweldig hè? Ja, dat vind ik van wel. zorg naar de andere kant. Dat lijkt mij een beetje makkelijker. Zo, en de kleuren die komen ook heel mooi nou naar voren heen. Ja, wel leuk hè? Het is nou mooier. Met een blonde haar van je. En daar is nog donker zeker? Of? Ja, maar dat maakt straks met de kleur niet zo uit. Nee. En zo meteen de rest. En rood, heb je dat een hoog in? Dat heb ik nooit niet dat gezien. Is dat rooie geweest. Ja, man. Ja, maar bij donker haar zie je sommige kleuren niet goed, hè? Of het pakt, net zoals bij mij met mijn witte haar, anders uit. Je doet er paars in en het wordt heel zacht roze. Met een vleugje lila, weet je lila, nog, de eerste keer? Ja joh, wit van lila. Heel zacht was dat, was amper te zien. En toen later had je een andere kleur paars, een ander merk. En toen werd het pink, echt fel roze. Hoofdmassage, lekker. 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 Door. Ja, door. Oh, sorry, jammer weer. Sorry, dat was heel fout. Jongen. Ze moeten het ook echt weer doen, hè? Ja. Goed. Kaal. Maar ik zeg al, ik laat het niet meer doen, ik het mee ga doen. Maar dan ben je kaal met de beide van de kaal met de grote. Met de kleine. En zo glad mogelijk. Ah, dit is ook zo'n satisfying geluid. Heerlijk. En dan ga je echt glad, hè? Ja, dat weet ik. Ja, lekker. Ja, okay, en zo glad mogelijk. En ik doe vaak zelf nog met scheermes eroverheen. Ja, oké, maar dat doe je zelf. Dat doe je zelf, maar. Of nog met zo'n mesje, weet je wel, dan is het ook kunnen als glad. Dat is nog gladder dan en dan met een scheermes. Daar is ik al. Zo glad mogelijk. Nou, dan moet je daar maar wat vaker mee in de zon komen, want dan kun je daar ook bruin worden. Nee hoor. Want als ik het los heb, dan ziet het toch niet. Met zo'n mesje wordt het nog gladder hoor. Oh heerlijk, juist. Ja, ik ben zo gek al natuurlijk dat ik de volgende keer heb gezien, want daar heb ik nou niet zoveel tijd voor. Nee, nou, zo wordt de andere kant dus ook. Aan deze kant. Nee. En dan ga ik nu weer even zitten. Heerlijk niet. En daar is hier allemaal papjes aan het maken met verschillende kleurtjes. Met verschillende kleuren. Wat wordt dit? Blauw. Die is blauw. Dat is blauw. Dat wordt groen. Groen. En wat nog meer? Rood, roze, geel, oranje. Oh. Merlot. Gaat er ook een heleboel kleurtjes gaat ze in ieder geval klaarmaken. Absoluut. En dat krijgt Carin dus erin en dat geeft dan een regenboog, toch? Ja. Helemaal geweldig. En wat is dat voor spul wat je er doorheen doet? Dat is waterstofperoxide. Oké. Dus dan maakt hij hem aan om hem te kleuren. Is het zo droog? Ja, hij moet echt keurig droog. Keurig droog. Zo, dan moet ik het nog even live verven. Ja. Zo dan. Halleluja! Ja, dat en wat zei Linda ook vanaf, dat kan ook door corona. Dat kan ook, ja. Dan hoor je heel veel mensen overal met haar uit. Ja. Dat is de oranje. Nee, het is rood. Rood? Ja, lijkt oranje, maar dit is rood. Oké dan. En dat wordt? Groen. Groen. Dat wordt groen. Dat is blauw, groen. Rood. Rood. Dus blauw, groen, rood. En dan moet je op mijn film kijken, is een andere kleur rood. Ja, maar het is meestal, hè? De lichting is wel even anders. Ja, komt door het licht. Moet je zo boven houden. Dan wordt het donkerder. Zo is het rood. Groen en blauw. Ja. Ja, ergens in de laagjes. En dat wordt? Dit is een merlot, wijnrood. Dat wordt wijnrood, maar dan moet dat nog bij. Nee, bij deze niet. Ah, bij deze is kant en klaar. Dus wijnrood. Kant en klaar. Om te, nou ja, maar niet in te nemen, nee. Maar wel op te smeren. Het is niet te nuttigen, maar gewoon smeren. Dit is oranje. Ja. En daar komt ook dat spul weer doorheen. Nou, als ik weer bij jou kom, en mezelf. Dan leef je op mijn uitzondering. Dat is wel leuk. Wat gaan we doen? Hi, wat kan ik voor u doen? Ja, ik kom eraan. Nou. Blauw. Groen. Rood. Dat is een ander kleurtje rood, oranje en er staan nog 3 bakjes klaar. Dus ja, dat dus. De rest wordt een verrassing, ook voor jullie. Ik ben niet twijfel goed, maar inderdaad aan die mooie zijn, een paar hadden mooi. En wat ben ik ook een goede hulp, hè? Ik heb echt goede hulp. Ik ben helemaal blij mee. Ja, en mijn haar zelf leggen. Ja. Hi, niet meer erbij daar. Ja, voor het contour, hè? Ja. Ja. Blauw komt niet echt in zo'n kun je nagaan dat het aardig... Kun je nagaan hoeveel voeten erin hebt gezeten. Echt hè? Ja. En eindelijk rook je weer met een beetje donker of niet? Ja, en ik ga nu dan heb je geel, dan ga ik naar groen, blauw en paars. Ja. En dan moet ik even kijken hoe we daaruit weer verder. Dat ik dan weer opnieuw weer op rood en niet op rood. Kijk, dan weer dat het geel een beetje meer blijft. Dan is het dan heel erg rood. Dan een beetje meer blauw en rood. Ja, blauw en rood, paars. Weet je wel dat je daar een beetje mee eindigt. Dus voor je aanzicht ook leuk. Ja, het is allemaal best wel een dingetje. Ja, dat we niet al te gek eindigen. Nee. Want omdat ik nu ook al een hele bleke huid heb, daar moet wel een beetje donker eindig worden, anders is het helemaal lijkt. Ja, daarom een beetje die hele felle kleuren, die komen eigenlijk een beetje in het midden. Ja. Ik ben natuurlijk donker begonnen, hè? Een beetje rood, merlot, roze. Dan heb je nu oranje, geel. Nou, dan doen we dus groen. Wat zijn nou groen, blauw, paars? Ja, dan begin ik eigenlijk een beetje bij rood en merlot. Maar ja, dan kan je gewoon een beetje spelen. Ja. Nou, en dan kijken we straks naar het resultaat. De blauwe kleur. De blauwe. Nou, ik zei al tegen Karin, ik heb niet zo'n plankje achter de booster waar iemand op kan staan, want die zijn er wel. Ja. Maar dat gaat niet bij mij. Nee. Anders had ze daarop kunnen staan. Maar ja, helaas pindakaas. Soms is het niet anders. Nee. Nee, mijn vader die is nou voor het eerst op mijn klein aan het passen. Ja. Want mijn opa is natuurlijk niet. Die heeft vandaag een bruiloft, dus ja. Ja. En ik zou eigenlijk dus vandaag vrij hebben. Maar dat liep een beetje qua communicatie een beetje mis van elkaar. Dus heb ik mijn vader gevraagd om op te passen. Dus die is nou een kleine. Ja. Die wou eerst naar Balloren gaan. Nou, dat kan hij makkelijk op de fiets af. Maar dat is natuurlijk niet. Nou, weet je, dan doe jij dan naar de auto. Ja. Poors! Poors! Mama's kleurtje. Ja. Nou, ik ben helemaal gek op paars. Maar ja, die felle roze was ook hartstikke goed. Leuk, hè? Ja. Althans, toen destijds. Maar ik ben gek op kleuren die opvallen. Dan zeg ik ben gek op kleuren die opvallen. Hallo, een beetje rood en misschien ook een blauw. Ja, ik zit gewoon rustig te puzzelen. Nou, je puzzelt nog maar net heen. Kom straks wel weer retour. Ja. Maar je hebt felrood en donkerrood. Ja, dat wil ik. Ik ben zo'n plapliertje. Dank je. De laatste pluk. Zeg maar, ik ben eigenlijk net zoals Enzo Knol, maar dan nog niet zo groot. Nog niet zo. Komt daar in de buurt, toch? Ik wou net zeggen. Komt daar in de buurt, ja. Alweer 517 abonnees. 517 dus. Het gaat rond naar de 600 toe, zeg maar. Ja. En dit keer zou blijven? Ja. Ja, dat wel. En dus. Zeg maar eigenlijk, ik ben een soort van Enzo Knol, maar dan nog niet zo groot. Heb je dat telefoon dan? Ja, maar het zit er een beetje fijn aan het hoofd. Nou, nou eens wachten voor het intrekken. En dan zien we het straks na het wassen, het resultaat. Nog even valt ze in slaap hoor. Je wordt er wel moe van hè? Nee? Ook niet loon? Nee, totaal niet. Ik ben gewoon lekker en relaxed. Ja, maar ik heb niks van. Ja? Gewoon lekker. Niks. Maar. Gewoon lekker, ja, gewoon lekker even zo'n momentje voor mezelf. Juist. En dat doe ik eigenlijk nooit. Echt nooit. Nee. Het is eigenlijk alleen maar gewoon zelf doen. Bouw dat. Ja. Nou, mag ik? Ja, je mag. Hou op jou, hoe staat af? Jongen. Ja, erg lekker ding. Ja, mama. Alsjeblieft, hier nog. Heb je weer het smoren? Ja, even lopen maar even. Doe ik ook. Ik ga even er ook achter. Ja hoor, schat, het zou een beetje over de niet van gaan. Nee, skate op de tijd. Kun je me niet even ook even zo'n lift geven en aan de binnen? Dan moet ik het niet lopen. Ja, maar eigenlijk mag het niet eens als het verlopen. Nee, ze hebben een knel in die spieren. In de zenuw. In de zenuw, sorry. Hij mag ook niet zeggen, hij mag ook niet zeggen. Jij jongen lijkt op arbeid straks, ik zweer het je. Ja, dat moet maar. Oh ja, ik denk dat het moe zijn. Koud moe. Dat is echt goed. Nou, heb jij mijn vader gezien, Astrid? Mijn dochter? Ja. Dat is mijn man. Oh, eindelijk. En mag hij dat ook? Nee. Mag ik er ook op? Als hij dat wil, mag dat, ja. Ze zijn vloggers, vlogsters. Dus of je er ook op wil. Ah ja, sorry hoor. En je vrouw wel? Ik ben YouTube famous. Dankjewel Astrid voor vandaag. Allemaal vers stuk zeker. Nou ja, een beetje. Ik weet niet wat ik nou film. Nou ja, vooral je folies. Ja. Ja, dat is waar. Maar mama heeft alles op film. Dat is mooi. Wauw. Mooi is die, hè, Corrie? Ja, echt. Lekker. Heb je hem vast? Ja, ik. Oh, jij ook? Wow. Nou, je moet wel filmen, kom. Ja, ben je? Wow! Bob Wally! Moet je hier komen kijken, hoe mooi! Bob Wally! Jij hebt een foto voor me, maar ik wil mijn handen zijn laten. Nee, jij hebt dus een foto voor me. Ja, daar is het voor. Ja, waar zie je nou maar op? Enkeltje benen komen erop hoor, bij mij, meer niet. En dat hebben we allemaal. Hoeveel erin dan? Genoeg. Genoeg. Regenboog. Wauw. Maar wat denk je wat ik normaal heb, hè? Paars. Maar ik wil het ook even een keertje anders weer. Ik word steeds krijzen. Dit is mijn eigen kleur. Nou, soms in het eindresultaat mensen. Helen? Ja. Je vrouw die komt al een tijdje hoor, al op en op YouTube. Ja, bij mij wel aan. Ik ben wanneer ben je met begonnen? Ja, weet ik veel, dat is 2 jaar terug hè? 2, 3 jaar terug, zoiets. Dat ik met dat paarse haar begon. Ben ik, heb ik eerst gevraagd van, hè, mag er dat? Ja, natuurlijk, je gaat je gang maar, oké, nou ja. Sindsdien, maar ik kom dan in de Spoorstraat dat liefst. Ja, ik ook ja. Maar ja. Als het niet anders kan. Als me gisteren even, Lin werk je morgen. Ja, maar in het val gaan jullie Den Helder. Oh. Verder hoor ik er niet mee. Patrick! Komt ze binnenlopen? Ik zeg, je hebt geen afspraak gehad. Ik zeg, nee, niet waar. Ik zeg, je vroeg alleen maar op ik werk. Ja, dus. En dat is het nieuwe Astrid maken tegenwoordig. Wat zei je? Ja. Het ruikt lekker. Ja, joh. Jammer dat het geen geurcamera is. Dat is dan wel weer jammer, hè? Ja. Beetje harder. Nog harder? Ja, het geluid zit er wel op de camera. Ja, ik vind het lekker. Het is gewoon even een momentje voor mezelf. Heerlijk. Ik ben... hey, als Roderick je komt halen, kan je dan hier op dat moment filmen? Nee, maar dat valt shit. Ik had dat gezicht wel willen zien. Wow! Nee, maar het zal wel ideaal wijzen, lift. Maar ja. Nou, we kijken zo meteen naar het eindresultaat. Mooi hoor. Leuk hè? Hij had lol. Ik moet hem pakken. Goud man. En die paar die roze komen. Die roze is ook heel mooi. Ja. Nou. Dit is de Elwing. Ja. Oh, je mag ook een gezicht erbij doen. Mooi, hè? Ah, en dan moet je nog geluk hebben, staat het je ja of nee, hè? Maar voor mij staat het. Ja. Gaaf, hè? Wat zijn nou? Ik zeg steetjes. Ja, steetjes, ja. Beautiful. Lieve vrienden, het is alweer nou heel laat. Laat wil ik niet zeggen. Even kijken hoe laat het exact is op mijn horloge. Het is 22:47. Ik heb een ander topje aangetrokken omdat ik een andere broek aan heb en sokken en mijn laarsjes, want ik kreeg steenkoude voeten. Ja, dat is niet leuk meer. Ik ben ook op mijn meisjes gericht en dat wil zeggen ook dat wij jullie allemaal nog helemaal een verdere, fijne, liefdevolle avond toewensen. En verlaat op de avond en welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed te komen. Dat bij deze sluiten we dus deze lange dag vol grappen en grollen met Carin bij de kapper met haar regenboogkleurtjes. Sluiten we af en wie weet hoe ik de volgende keer eruit kom te zien. Ja, dat laten we gewoon weer aan Linda over. Maar dan komt het allemaal wel goed. Misschien ook allerlei kleurtjes, ik weet het niet. Maar ik ben meer van het fel, het moet opvallen. Ja, vind ik veel leuk. Dat vind ik leuk. Dat moet gewoon echt fel op wezen. Paars en felroze, die neonkleurenachtige kleuren, ja. Maar oké, komt allemaal goed, lieve vrienden. Hou vol goede moed en een goede nacht. Graag tot morgen en aan de andere kant van de nacht.